Vraag en ruil, dat is de naam van deze coöperatieve werkvorm. Een coöperatieve werkvorm die jou een paar minuutjes voorbereiding vraagt als begeleider. Je gaat namelijk kaartjes maken. En op die kaartjes staan vragen waarvan je graag hebt dat de leerlingen het erover hebben met elkaar. In eerste instantie ga je elke leerling een verschillend kaartje geven, dus een verschillende vraag geven. Als je geen idee hebt bij welk type vraag ik nu voor ogen heb, wel, het kan bijvoorbeeld gaan over wat heb je dit weekend gedaan of wat wil je later worden. Of wat vind je het leukste aan de zomerschool of wanneer je het vak inhoudelijk wil gaan toepassen, hoe vorm je de voltooid tegenwoordige tijd? Of wat is een priemgetal? In dat soort gesloten vakinhoudelijke vragen kan je het juiste antwoord ook aan de achterkant van het kaartje aanbrengen. In eerste instantie, elke leerling krijgt dus een kaartje waarop een kaart staat aangegeven. Daarna gaan de leerlingen rondlopen. Je kan een muziekje opzetten en wanneer je dat afzet of wanneer je in je handen klapt, is het de bedoeling dat de leerlingen met de leerling die het dichtst bij hen staat op dat moment een duo vormen. In de volgende stap gaan ze elkaar hun vraag stellen. De ene leerling leest de vraag voor, de andere leerling antwoordt. En daarna doen ze het omgekeerde. Daarna gaat leerling B de vraag stellen en gaat leerling A antwoorden. Heel simpel. En wanneer het gesprek is afgerond, gaan ze elkaars kaartje uitwisselen met elkaar. Ze gaan terug op pad, jij zet terug de muziek aan of zegt, oké jongens, loop maar terug rond. En wanneer je terug in je handen klapt, is het terug aan hen om met de meest dichtbijzijnde leerling een duo te gaan vormen en gaan ze weer aan het uitwisselen. Ze hebben elk andere kaartjes dan in de vorige ronde. Denk eraan, ze hebben daarnet hun kaartjes uitgewisseld met elkaar. En zo zorg je ervoor dat de leerlingen op heel korte tijd veel gesprekjes hebben over verschillende deelaspecten van die zaken waar dat je graag over hebt dat ze uitwisselen met elkaar. Zowel vakinhoudelijk toepasbaar als in een bredere context van we gaan de dag eens evalueren, we gaan eens terugblikken naar of we starten met een nieuw thema en we gaan alvast eens kijken wat de leerlingen daarvan weten en voorkennis van elkaar activeren, maar ook laten verspreiden onder elkaar, zodanig dat ze dat van elkaar ook allemaal al eens horen. Ook hier zijn sociale vaardigheden belangrijk. Wanneer je merkt dat het schort op dat vlak, kan je ook gewoon zeggen, oké, vooraleer je elkaars kaartje gaat uitwisselen, ga je elkaar bedanken voor de deelname aan het gesprek. Ook dat zijn weer van die kleine ingrepen die maken dat leerlingen automatismes aanleren en merken dat het echt belangrijk is om respectvol te zijn en waarderend in een gesprek met elkaar. Voorzie voldoende ruimte en zorg er ook voor dat jij niet aan de rand van het lokaal gaat staan, een beetje buiten het gebeuren. Zet je echt in het midden van de actie. In het midden van de ruimte waar de verschillende gesprekjes gaande zijn, zodanig dat je je oor te luisteren kan leggen. Wanneer het vakinhoudelijke gesprekken zijn, is toch ook belangrijk dat je snel en toepasselijk feedback kan geven en kan bijsturen wanneer dat nodig zou blijken.